Ja, waarom hebben we dit boek geschreven? Nou ja, Pim is een collega van mij, die weet het misschien al wel een beetje waarom we dit boek geschreven hebben. Wat Sabine inderdaad net zei, we zijn ooit begonnen in eind 2017 kwam het op de markt. Van idee naar start-up. Dat gaat over hoe je een idee naar de markt kan brengen. En een heel praktisch boek met daarin een uitgebreide toolbox voor studenten. En we zijn eigenlijk toen we dat boek hadden geschreven, wilden we heel graag met de stappen in dat boek aan de slag gaan. En we zijn toen workshops gaan ontwikkelen. We zijn starters gaan coachen. En daarnaast hadden we ook nog onder onderwijs activiteiten. En zijn we ook met studenten aan de slag gegaan. Met de stappen uit van idee naar start-up. En bij van idee naar start-up, dat is net als succes begint bij jezelf uit een aantal stappen opgebouwd. En in die eerste stap begint het eigenlijk met begin bij je why. En toen ontdekten we eigenlijk zowel bij onze studenten als bij starters dat dat best nog wel een ingewikkeld dingetje is. Beginnen bij je why. Wat is dat dan? En dat is dan opgebouwd uit een aantal elementen waar je blij van wordt, wie je bent, waar je voor gaat. Nou, dat vonden ze studenten heel erg ingewikkeld. En wij vonden het eigenlijk ook best heel ingewikkeld om dat goed over te brengen aan die starters en die studenten. Dus toen zijn we daar meer over gaan lezen. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er ontzettend veel boeken op het gebied van zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei zijn. Maar dat dat een aantal categorieën boeken zijn. Je hebt eigenlijk heel veel boekjes die heel dun zijn. Die raken alles aan. Hè? Maar de materie is best heel ingewikkeld. Dus dat is voor studenten ook best ingewikkeld. En ik ben benieuwd zo dadelijk of we het gesprek daarover kunnen hebben. Of jullie dat ook herkennen. En daarnaast heb je de uitgebreide coachboeken. Die gaan natuurlijk heel diep in op zelfinzicht. Maar goed, dat is meer een coachtaal dan een taal voor de jong professional. En je hebt natuurlijk ontzettend veel managementboeken, maar die gaan er allemaal vanuit dat je dat zelfinzichtstukje al hebt. Terwijl jonge mensen natuurlijk dat zelfinzichtstuk nog niet hebben. Dus wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat een praktisch boek voor die young professional, waar dan alles bij elkaar komt, dat dat er nog niet was. En toen dachten we van, nou ja, we vinden boeken schrijven heel leuk. Laten wij dan proberen dat boek te gaan schrijven. Dus zo is dat boek eigenlijk ontstaan. Met vallen en opstaan. En op een gegeven moment, we waren met dat boek bezig. Maar daarnaast waren we dus ook nog al die andere dingen aan het doen. Eigenlijk die we heel erg leuk vonden. En toen hebben we tegen onszelf gezegd, laten we even teruggaan naar onze why. Wat was ook alweer onze why? En wat we nu aan het doen zijn, dit was een beetje te veel. Dus onze why was wat Sabine net ook al zei eigenlijk. Wij willen heel graag jonge mensen helpen groeien en zich ontwikkelen. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat er een soort balans is tussen werk en privé. Dat is ook iets wat wij belangrijk vinden. Dus toen hebben we eigenlijk bedacht van nou, we doen nu te veel. En toen hebben we besloten, we focussen alleen maar, dit zijn wij en dit is onze why. Toen hebben we besloten van nou, laten we dat maar focussen op het boek. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. Of in ieder geval het afgelopen jaar zijn we echt bezig geweest met dit boek. Dus dat is waarom we dit boek hebben geschreven. Nou, dan hoe zijn we tot dit stappenplan gekomen? Eigenlijk wat mensen zo waardeerden in het vorige boek, hebben we geprobeerd bij dit boek ook weer te doen. We hebben eigenlijk alle wetenschappelijk bewezen literatuur op het gebied van zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling, ondernemersvaardigheden, hebben we proberen plat te slaan in een stappenplan. Nou, je ziet hier aan de linkerkant een heleboel boeken. Die hebben we allemaal gelezen. We hebben ontzettend veel boeken gelezen. En daaruit hebben we eigenlijk de dingen gefilterd waarvan wij dachten dat die het meest relevant was. Een paar boeken die natuurlijk niet konden ontbreken was Covey. Die kennen jullie natuurlijk allemaal. Dat is volgens mij de bestseller als je het hebt over persoonlijk leiderschap. Wat ook een heel mooi boek is, is The Mindset van Carol Dweck. En wat wij zelf een ontzettend leuk boek vonden, wat ons heel erg geïnspireerd heeft, dat is Designing Your Life. Misschien kennen jullie dat wel, dat is van Burnett en Evans. Dat zijn twee hoogleraren uit Stanford. Die geven les op het gebied van design thinking. En in dit boek zeggen ze eigenlijk van nou, benader het leven nou ook als een design thinker. Dus wees nieuwsgierig, probeer, val, experimenteer. En dat vonden we dat is zo'n geruststellende gedachte voor jonge mensen, denk ik. Zo van je hoeft nog niet precies te weten wat het wordt, maar wayfinding noemen ze dat. Hè. Ontdek, ga je pad ontdekken, aldoende. En dat is denk ik wat heel goed past bij jonge mensen. Je hoeft het nog niet precies te weten. Dus daarnaast hebben we ook gekeken, nou, omdat dat zelfinzicht ook belangrijk is, naar echte de coachboeken, zoals bijvoorbeeld Goud. En als je dan weet wie je bent en je hebt je doelstellingen geformuleerd, dan zie je dat natuurlijk ook nog heel veel mensen hun doelstellingen niet realiseren, omdat er toch je moet iets anders gaan doen in je gedrag. Dus we hebben ook gekeken naar boeken van gedragswetenschappers. Dus bijvoorbeeld Ben Tichelaar, de boeken van Ben Tichelaar, zoals bijvoorbeeld De Ladder, is ook een boek wat ons erg geholpen heeft. Nou, dat zijn de belangrijkste boeken als je het hebt om tot stand te komen
van echt de stappen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar wat zijn nou nog hele relevante vaardigheden. Die, als je dan dat zelfinzicht hebt en je weet waar je naartoe wil, hè, wat is dan nog heel erg belangrijk om ook echt goed te kunnen? En daar hebben we bijvoorbeeld naar die 21st century skills gekeken. We hebben naar ondernemersvaardigheden gekeken. En die hebben we gefilterd en zijn we tot een aantal essentiële vaardigheden gekomen. En daarnaast wilden we dus ook heel graag weer die toolbox maken. Dus we hebben ontzettend veel oefeningen bekeken, oefeningen gedaan. En dan gaan we jullie vandaag ook een beetje doorheen meenemen. En dat hebben we samen gefilterd tot het stappenplan en de toolbox en de vaardigheden. Er staan pijltjes alle kanten op, omdat dit was eigenlijk ook een iteratief proces. Hè. We hadden iets gelezen, we zetten het in de Excel en we gingen naar het stappenplan. En uiteindelijk gingen we van het stappenplan en lazen we weer iets. Gingen we weer terug, weer iets nieuws lezen. En zo is langzaam dat plan tot start gekomen. Nou, misschien kennen jullie allemaal wel de 10.000 uren richtlijn van Gladwell. Nou, ik denk alleen hebben we ze niet gehaald, maar samen hebben we ze waarschijnlijk denk ik wel gehaald. We hebben ontzettend veel geleerd over zelfinzicht, persoonlijk leiderschap. En we hebben geprobeerd dat over te brengen in dit boek. En we willen jullie daar vandaag een tipje van de sluier mee geven.